Weekoverzicht van 17 tot en met 21 februari. 16 februari was het zover, de Internationale Restaurantdag. Over de hele wereld waren er restaurants voor één dag geopend. En gelukkig voor Hilversum waren er 3 buurvrouwen die dit initiatief hebben aangegrepen om in hun wandelmeent zo'n soort restaurant te openen. Een hele organisatie. Plannen, publiciteit zoeken, eten inkopen en ook eten maken. Hier staat Gries Mulfijn. Tot zondag 12 uur waren de dames razend druk. Maar toen kon het ook echt beginnen. Zoals beloofd was er veel lekkers gemaakt. Diverse salades, pompoensoep en ertessoep, vers gebakken broodjes, heerlijke taarten, waaronder de lemon meringue pie, brownies, komkommers, te veel om op te noemen. En vanwege de Olympische Spelen was er een speciaal zit-kijkhoekje ingericht. Een stukje appelgebak gehad, maar dat was heerlijk. Ja. Echt, dat kan ik niet namaken. Nou, ik heb een broodje gegeten en ik zit nu aan een wijntje. Dus ja, ik weet niet wat ik straks nog zal nemen. Maar het is gewoon de hele tijd open, dus ik kan gewoon denken van, vind je dit wel lekker, ga ik dan weer wat nemen, ja. Lemon meringue pie. Hij ziet er wel heel lekker uit. Ja, dat in ieder geval. Ja, iets van appeltaart zelf gemaakt, hè? Iets met lemon. En wat had jij? Iets met amandel. Amandel lemon. Dit is ook iets met lemon. Dat ziet er heel erg lekker uit. Ja, ziet er goed uit, hè. Nou ja, weet je, het is wel een speciale gelegenheid, want hij wordt 50 jaar en hij is altijd wel creatief met schilderen en ik las het in de krant. Dus ik dacht van, nou, het is wel leuk om hem dat aan te bieden. Het is eigenlijk een soort verjaardagscadeautje geworden. Nou, een verjaardagscadeautje. Ja. Gefeliciteerd. Ja. Een soepje en een salade net. Een salade. Ja. En een glaasje wijn. Ja. Nu een glaasje wijn, ja. We gaan kijken natuurlijk, hè. Oud en jong genoot zichtbaar van al het lekkers. En voor aanstormend schildertalent was er nu gelegenheid om ontdekt te worden. Vanochtend was het natuurlijk heel spannend met die enorme hoeveelheden wat er zou gaan gebeuren. Maar aangezien er al bijna 100 mensen zijn geweest, slinkt de voorraad flink. En volgens mij is ook de verdeling goed. Dit initiatief is dan een wereldinitiatief. Ja. Het gebeurt 4 keer per jaar. Denk jij dat er nog een tweede, derde en een vierde keer in zit? Nou, we moeten het er nog even over hebben, maar wat mij betreft wel. Ik denk dat het makkelijker wordt. We weten nu natuurlijk beter wat ons te wachten staat. Dat was nu een totale verrassing. Ja. Dus we weten nu beter hoe we het moeten aanpakken. En alle leuke reacties, denk ik dat we het nog wel een keer gaan doen. Ja. Ja, dat is een goed idee. En je hoeft maar te wachten tot mei, want dan is er weer een restaurantdag. Afgelopen zaterdag was het een drukte van je welste bij het skatepark aan de Oude Haven. Wij staan hier vandaag voor Geef een krabbel, krijg een choco. En dat is onze actie om ons initiatief, ons burgerinitiatief, te laten ondertekenen. Waarbij wij zoveel mogelijk handtekeningen moeten regelen voor een indoor skatepark. Wij zijn een petitie gestart op internet om handtekeningen daarin te regelen. We hebben een Facebookpagina. Nou, we staan hier nu. We hebben van de week bij café Forstin gestaan om daar handtekeningen te regelen. En we proberen nog veel meer acties te ondernemen om zoveel mogelijk handtekeningen te krijgen. Waarom willen jullie eigenlijk een indoor skatepark? Omdat er weinig evenementen zijn in Hilversum vooral, voor jongeren. Dus het is vooral ook cultureel iets. Je kan daar ook, als het echt wordt gerealiseerd, ook skaten natuurlijk mee mixen. Maar ze willen ook voor kunstenaars wat doen en evenementen organiseren. En wat gaan jullie met deze handtekeningen doen? Nou, op een gegeven moment gaan we naar ons burgerinitiatief voorstellen, als dat af is. Dan gaan we daarmee naar de gemeenteraad. En dan hopen dat het allemaal gewoon besproken en gerealiseerd gaat worden. Naast het plan voor een nieuw skatepark hopen de skaters ook op renovatie van het oude skatepark.
Wethouder Bernhard Mooyen heeft goed nieuws voor hun. Wat vindt u op dit moment van de veiligheid van dit skatepark? Nou, je ziet aan de randen en de ribbels dat het wel wat veiliger kan. En dat we daar inderdaad herstelwerkzaamheden aan moeten gaan verrichten. Je ziet ook de ijzeren randen, die zijn ook hier en daar weggeroest. Dus er mag hier wel wat gebeuren, ja. En wat voor dingen moeten dan worden aangepast aan het skatepark? Ik denk dat er vooral een laagje afgesleept moet worden en dat er dan cement moet worden aangevuld. Maar juist dat gaan we met de skaters en de aannemer zelf even bekijken wat er nodig is. Vrijdag 14 februari. Centrum De Kruisdam in de Hilversumse Meent het 50ste senioren eetcafé georganiseerd. Het senioren eetcafé is een maandelijks diner wat we organiseren voor 60-plussers uit de Meent. En de bedoeling is dat mensen elkaar daar tegen kunnen komen. We bouwen de zaal echt zodanig om dat het een heel sfeervolle restaurantachtige ruimte wordt. En dat doen we een beetje in een sfeervolle restaurantachtige setting. In 2008 is dit ontstaan omdat we toen als wijkorganisatie erg betrokken waren bij de woondienstenzone in de Meent. Maar als je ervan uitgaat dat deze wijk 40 jaar geleden is gebouwd, dat er toen jonge gezinnen kwamen, dan zie je dus nu dat er rond de 65 jaar een hele grote piek is. Wat nu een groot bestanddeel van de Meent vormt. Dat was ook een van de redenen waarom we toen in 2008 zo actief met dat woondienstenzonnebeleid aan de gang zijn gegaan. De maaltijd bedenken we zelf in overleg met de Veste, want we krijgen het eten uit zorgcentrum De Veste in Naarden. We hebben in februari een wintermenu en dan serveren we stampotten. Met gewoon vleesworst en zo. Het zou kunnen dat er een gehaktballetje bij zit. En mensen vinden het ontzettend gezellig. Mensen vinden het heel leuk. En er zijn veel mensen die terugkomen. Er is er zelfs eentje die op één na alle 50 eetcafés heeft meegemaakt. Het mobiele borstkankeronderzoek voor vrouwen tussen de 50 en 75 jaar staat dit jaar niet meer in de Hilversumse Meent. De bewoners zijn hier absoluut niet over te spreken en hebben meerdere klachten ingediend. Er zijn hier een heleboel vrouwen die echt meteen als reactie geven van dan ga ik niet. De drempel is zo hoog om in zo'n bus te stappen. Het is helemaal niet leuk om een mammografie te laten maken, maar het is hartstikke belangrijk. En ik kan het weten, want ik werd de eerste keer toen ik 50 werd in de bus er meteen tussenuit gehaald. Hup, kanker. En ik weet dus dat hoe eerder je erbij bent, hoe minder behandeling je nodig hebt. We hebben contact gehad met bevolkingsonderzoek Midden-West. Zij vertelden ons dat het om een relatief kleine groep gaat. Ja, relatief is inderdaad relatief, want we hebben hier 4000 inwoners. En 900 van die 4000, die moeten nu anderhalf uur heen en anderhalf uur terug met openbaar vervoer. En dat is niet zoals we dat graag willen. Wat we proberen is een balans te zoeken bij die standplaatsen tussen bereikbaarheid, maar ook betaalbaarheid. Dus wij kunnen niet in elke wijk gaan staan. Dus als wij alleen in de Hilversumse Meent gaan staan voor de vrouwen, voor de Hilversumse Meent, dan betekent dat we een standplaats hebben voor maximaal 900 vrouwen worden ongeveer uitgenodigd in de Hilversumse Meent. En dat is dus een hele kleine groep. Het moet ook betaalbaar zijn. En dat betekent dat we niet zozeer op dit moment bezuinigingen hebben in de zin van tot wij minder geld dit jaar gekregen hebben als vorig jaar of het jaar daarvoor. Maar dat wij wel doorlopend werken om efficiënt met het overheidsgeld om te gaan. En dat wij ook te maken hebben met tot wij meer werkzaamheden moeten doen met hetzelfde geld. Er staat wel een bus in bij het gemeentehuis en bij het ziekenhuis, maar die vrouwen die zijn, ze zijn gewoon kwaad over dat die bus hier niet is. En
Dat gaan we gewoon niet. Dus mensen moeten zelf hun keuze daarin maken. Maar we raden het zeker mensen aan om deel te nemen aan dit onderzoek. En het onderzoek zelf is natuurlijk wel gratis. Bent u daar niet bang voor dat vrouwen uit de meent nu gaan zeggen van ja, ik kan niet weg, dat gaat niet lukken, dus ja, dan moet ik het overslaan? Ik zou het bijzonder jammer vinden als dat zou gebeuren. Dus ik hoop het niet. Dat het een stuk moeilijker wordt voor de buurt, dat is helder. Maar kun je niet zeggen van nou, het is één keer in de twee jaar. Natuurlijk op die dag zelf zal het wat lastiger zijn. Maar is dat niet voor één dag in die twee jaar mogelijk? Ja, het zal mogelijk zijn. Maar mij lijkt het, als je geen actie voert om een bus hier te krijgen, dan is dadelijk die bus bij Hilversum ook nog weg. Ik weet niet, dit is geplaag. Dit is puur geplaag. Er zijn nu vanuit verschillende wijken zijn er vrouwen uitgenodigd naar die twee standplaatsen die dit jaar in Hilversum plaatsvinden. Dus voor deze screeningsgronden kunnen we dat niet meer opnieuw bekijken. We hebben wel een aantal klachten binnengekregen over deze standplaats, hè, van vrouwen vanuit de Meent. En die nemen we ook weer mee, die klachten over standplaatsen, bij het bespreken van de standplaatsen in de volgende ronde. Wij hebben ook nog contact gehad met de gemeente. De gemeente maakt zich ook grote zorgen over deze ontwikkeling. Ik heb contact gehad met wethouder Erik van der Wand. En die heeft ook door zijn ambtenaar contact op laten nemen met bevolkingsonderzoek Midden-West. Ze zijn in ieder geval wel aan het nadenken nu over oplossingen voor de toekomst. Want zoals u weet, de Hilversumse meent, we zijn trotse Hilversummers, maar we liggen tegen Bussum aan. En in Bussum loopt het onderzoek een jaar later. Maar het zou voor de bewoners uit deze wijk, als er in de meent niks is, veel logischer zijn om dan naar Bussum te gaan. Nou, dat is nu, op deze korte termijn heb ik begrepen, geen oplossing. Maar wellicht dat in de toekomst daar wel over gedacht kan worden. Want helaas houdt kanker niet op bij de gemeentegrenzen. Donderdagmiddag 20 februari werd in het raadhuis van Hilversum de prijs voor de journalist van het jaar 2013 uitgereikt. Alle ingrediënten voor een gezellig samen zijn waren aanwezig. Koffie in overvloed, bloemen niet te vergeten, maar vooral veel journalisten. Een omgeving waar burgemeester Broertjes zich wel op zijn gemak voelt. Trots op zijn raadhuis, maar dit keer zonder ambtsketen. Dames en heren. Leden van de jury, geachte genodigden, welkom in de burgerzaal van het raadhuis, geheel en al ontworpen door Dudok. Eerst werd de scriptieprijs uitgereikt. Dames en heren, beste winnaressen. Inderdaad, winnaressen en wel Taline Koeleman. Met haar scriptie kunnen vrouwen bladen nog zonder digitale interactie. En Meike Plant met haar scriptie over Radio Nederland Wereldomroep en de informatiestromen naar Sub-Sahara-Afrika. Toen werd het tijd voor de uitreiking. De winnaar had wel een heel eigen kijk op nieuws. Voor u staat een man die het niet zo op heeft met nieuws. En ik weet niet of dat de plek is nu hier vandaag om dat op te biechten. Hij werd geïntroduceerd door Hans-Jaap Melissen, de winnaar van vorig jaar. Rob Wijnberg is het geworden dit jaar. En dat is meer dan verdiend. Maar er zijn natuurlijk vooral complimenten en er is vooral veel bewondering. En niet alleen om het verdienmodel natuurlijk, maar vooral ook om de inhoud. Goed vormgegeven, het juiste volume. De online krant van Rob Wijnberg, de correspondent, heeft als doelstelling de wereld van meer context te voorzien. Om zo meer inzicht te bieden in hoe de wereld werkt. Ik heb de beste, slimste, gepassioneerdste, getalenteerdste journalisten. En niet te vergeten ontwerpers en programmeurs. Die moeten in één adem worden genoemd. Gevraagd of ze samen met mij een krant wilden beginnen. Online. En ze zeiden allemaal, ja, laten we dat proberen. En nu hoef ik alleen nog maar te doen wat al die bazen, die chefs en die hoofdredacteuren al die jaren met mij hebben gedaan. Namelijk deze fantastische mensen de vrijheid geven om te doen waar zij in geloven. Om hun hart te volgen. Geen moedjes, geen corvée, maar journalistiek met ziel. En het enige wat je dan als huistuin- en keukenfilosoof nog hoeft te doen, is met de eer strijken. Dank jullie wel. Nieuws bestaat grosso modo uit uitzonderingen. Een ongeluk, een uitspraak, een uitglijder. Ja. En dat betekent
Als je alleen maar het nieuws kijkt, weet je aan het einde van de dag precies hoe de wereld niet werkt. Want je hebt alleen die uitzondering gezien. En wij proberen die regels in kaart te brengen, als het ware, waardoor je meer een soort genuanceerd beeld of een completer beeld krijgt van hoe de wereld nou eigenlijk in elkaar steekt. Is dat nou bijzonder dat Facebook dat bedrijf koopt of niet? He, je denkt 19 miljard, hoe kan dat nou? Maar wij proberen dan vervolgens uit te leggen hoe komt dat? Wat is de dynamiek? Waarom doen ze dat? Dat soort zaken. Een online krant die aanzet tot denken en zo meer inzicht hoopt te geven. Een terechte winnaar. In februari gaf Kieskompas het landelijke startschot voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014. Politici, kandidaatraadsleden en andere aanwezigen werden uitgedaagd door Kieskompas-directeur André Krauwel om de stelling te nemen op het tastbaar Kieskompas. Hierdoor konden de politici laten zien voor welke standpunten ze staan. Ook konden jongeren een digitaal Kieskompas invullen om erachter te komen welke politieke partij het beste bij ze past. Op 19 maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Bepaal met uw stem hoe Hilversum de komende 4 jaar bestuurd wordt. Na het tellen van alle stemmen wordt duidelijk welke raadsleden zijn gekozen en voor welke partij. De politieke partijen die gaan samenwerken en een meerderheid van de 37 zetels hebben, vormen de coalitie. Die coalitie bestuurt Hilversum voor de komende 4 jaar. Zij leveren daarvoor ook de wethouders. Samen met de burgemeester voeren zij uit wat de coalitie heeft bedacht. De andere politieke partijen vormen samen de oppositie. Zij controleren de burgemeester en de wethouders en laten een tegengeluid horen. De besluiten die gemeenten nemen zijn van grote invloed op uw dagelijkse leven. Politieke partijen hebben hierover allemaal verschillende ideeën. Laten we eens 3 voorbeelden geven. Ten eerste geven gemeenten voor het uitvoeren van hun taken veel geld uit. Dit krijgen ze voor het grootste deel uit Den Haag, maar zelf heffen ze lokale belastingen. Bijvoorbeeld OZB, hondenbelasting en parkeerbelasting. Sommige partijen kiezen voor een sobere gemeente met lagere lasten voor de inwoner. Maar met meer belastinginkomsten kan de gemeente ook meer doen. Andere politieke partijen kiezen daarvoor. De keuze voor juist meer of minder belasting bepaalt u op 19 maart. Gemeenten krijgen meer zorgtaken. Dat merken mensen met thuiszorg of kinderen in jeugdzorg. En de dagbesteding voor ouderen en gehandicapten, is dat een recht of een luxe? U bepaalt het op 19 maart. De derde is de woonomgeving. Hoe ziet uw straat of buurt eruit? Kiest de gemeente voor meer of minder woningbouw? Voor meer of minder groen? Meer of minder bedrijven, winkels, wegen of parkeerplaatsen? Kiest ze voor hoogbouw of juist niet? U bepaalt het op 19 maart. De gemeente maakt natuurlijk nog veel meer keuzes. Over duurzaamheid, cultuursubsidies, bereikbaarheid en veiligheid en allerlei andere zaken die ons, onze kinderen, ouders of vrienden raken. Allemaal belangrijke zaken waar keuzes in worden gemaakt. U bepaalt het op 19 maart. U kunt op 19 maart tussen 7:30 en 21:00 stemmen bij een van de 38 stemlokalen bij u in de buurt. Wilt u hulp bij het maken van een gefundeerde keuze? Maak dan gebruik van Kieskompas. U bepaalt op 19 maart. Stem daarop! Broertjes, een mooie week voor Hilversum Mediastad. Kunt u daar wat meer over vertellen? Ja, zo dadelijk gaan we de Kieskompas landelijk hier starten. Dat vinden we erg leuk, dat ze Hilversum voor hebben uitgekozen. En overmorgen heb je de journalist van het jaar, waarop Wijnberg tot journalist van het jaar gekroond wordt. Nou, dat is ook een leuke bijeenkomst. Dus het hele journalistieke gehalte van Hilversum krijgt weer een mooie boost deze week. En als voorzitter van de gemeenteraad heeft u natuurlijk nu ook de aftrap voor de verkiezingen. Turbulente periode? Ja, wel spannend. Ik weet niet precies wat me te wachten staat, want ik doe het voor de eerste keer. En ik vind het leuk om mee te maken, om te kijken wat er allemaal op me afkomt. En het zit niet allemaal in draaiboeken nog, maar dat hoeft ook niet. We kijken gewoon per dag wat er gaat gebeuren.
ben benieuwd welk dier ik deze keer ga ontmoeten. Nee hè, zie ik het goed? Ja hoor, daar is hij weer, de hond van de buren. En zoals je hoort en ziet, kraait hij zijn hoogste lied. Ik heb goed nieuws over Jules, het dier van de week een maandje geleden. Jules, die 6-jarige Mechelse herre, waakzaam en bang voor onweer, is geplaatst. En nu het dier van deze week. Het zijn chinchillas. Chinchillas zijn knaagdieren met een mooie dikke vacht en zien er aaibaar uit. Ze zijn gewend om opgepakt te worden, maar houden niet zo van knuffelen. Ze spelen liever met elkaar. Het zijn groepsdieren en vooral in de schemering en de avond actief. Chinchillas zijn interessante, maar geen gemakkelijke dieren om te houden. Heeft u 's avonds tijd voor een dier? Dan zijn deze chinchillas een goed alternatief. En bel het dierenasiel